Het heeft lang geduurd, maar de zomer heeft dan toch eindelijk voor de herfst plaats moeten maken. En dat seizoen zette in zoals het behoort, met regen en wind. Een harde wind, zei de Bild, die enkele schepen echter noodlottig werd. De Zweedse houtboot Ketty van 1140 ton kwam in de buurt van IJmuiden in moeilijkheden doordat de deklast ging werken. Sleepboten wisten het schip met zware slag zijn nog op het nippertje de haven binnen te krijgen, waar het aan de grond moest worden gezet. Het achterschip zakte weg in de modder en het voorschip maakte water. Het schip biedt thans een trieste aanblik. De houten achtermast is door de druk van het nog steeds werkende hout afgeknapt. Aan dek, voor zover dat tenminste nog zichtbaar is, heerst een chaos van heb ik jou daar. Toch heeft men nog hoop het schip te kunnen lichten. En men is daarom thans druk bezig met het lossen van de lading gezaagd hout. Er moet snel gewerkt worden, want het schip zakt nog steeds dieper weg. Bij haar